kindje. Het is jammer. Maar keurkorps is alleen voor mannen. Weet je, voor kerels. Nou, zeg het maar. Heeft u wat voor zeeziekte? Natuurlijk. Alsjeblieft. Nog iets anders? Ja. Heeft u ook iets tegen maagpijn en hoofdpijn? Maagpijn en hoofdpijn? Maagpijn of hoofdpijn? Ja. Maagpijn en hoofdpijn. Oh, ja. Kijk, dan hebben we dit tegen de hoofdpijn. En dan is dit tegen de maagpijn. Is dat alles? Ja. Nee. Heeft u ook wat condooms? Maar natuurlijk. Maar lieve jongen, als je er zo ziek van wordt, waarom doe je het dan? Ik zou misschien, zou ze helemaal niet meenemen. Gewoon helemaal niet. Want als je niks tegen het lijf van loopt, loop je met zo'n dikke portefeuille op zak met 10 doosjes condooms. Dat denk je toch helemaal niet? Wat zou dat doen? Je kan ze ook opblazen hoor, dan niet. Ja, nou, zo is het toch? Ja, je bent meestal denk je er net op dat moment in. Daar begrijp ik niks van. Nee, maar hij bedoelt het ook, het gaat in zijn geheel. Ja. Ja. Weet je wel? Zeg maar, ik kom u tegen. Ja. En ik neem u mee naar huis. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. En we gaan vrij met elkaar. Ja. En het voorspel komt erbij. En daar gaan we met elkaar naar bed. Ondertussen, weet je wel, met het voorspel. Ja. Denkt u er nog aan kapotjes of zo? Of aan condooms? Of dat u de pil hebt? Nou, ik zou kunnen denken, ik kan zwanger worden. Ik kan een kind krijgen. Ja, maar op dat moment, dat denk je niet zo. Vind ik tenminste niet. Want als jij op de... Op temperatuur bent, net zo u als ik. Dan denk je dan, want dat ken je niet.